Kijk, hij heeft voor je dit is zo allemaal weg. Dit zijn zo twee hotelkamers. Zo meteen twee receptiebalen. En we hebben een binnentuin. Dit is het Hof van de Leeuw, de kluis. Hier ligt al ons ontwerp, hier ligt ook ons vermogen. Heel goed beveiligd. En vanuit hier wordt het zeg maar verzonden naar alle landen. Oké, dan staan voor 15 kamelen. We staan hier bij het oude stadsarchief van de gemeente Amsterdam. Het stadsarchief is verhuisd naar het centrum van Amsterdam. Dit prachtige pand gaan wij ontwikkelen naar een 5-sterren hotel. Ik heb ooit de Hoge Hotelschool gedaan. Daarna heb ik 20 jaar restaurants gehad. Daarna heb ik wat vastgoedmensen geadviseerd met restaurants en hotels. En daarna dacht ik, nou, ik ga het zelf proberen te doen. Dit is het 6e hotel dat ik ontwikkel vanaf 2006. En waarom heb ik BDO nodig bij de ontwikkeling van dit hotel? We hebben hier een bestaand gebouw. We hebben bouwgrond, bouwrijpe grond waarop we twee nieuwe gebouwen gaan ontwikkelen. De vraagstelling is hoeveel overdrachtsbelasting moeten we betalen? En moeten we überhaupt overdrachtsbelasting betalen? En de vraag is hoe gaan we het hotel wat we al verkocht hebben verkopen aan de koper? Als stenen of als een aandelendeal? Dat is een heel gepuzzel en daarin zoeken we de fiscale optimalisatie. Dat de Boeddha staat voor een handgemaakt product, een handgemaakt zilveren product. We maken sieraden, dus armbanden, hangers, kettingen. Ja, we zijn een creatief bedrijf, dus op creatie zijn we heel sterk, maar administratie waren we niet sterk. We zijn gegroeid, we zitten in verschillende landen, we zitten ook in het Verre Oosten. Dan heb je een professionele partij nodig die heel goed de weg weet in al die landen. En een partij nodig die je begrijpt en die leuk is met jonge mensen. Vandaan werken met BDO. Reur is de leukste zaak van Woerden. Je kan hier de hele dag door kan je eten en drinken. Op het moment dat je het zelf wil, we hebben één kaart. Dus we werken niet met een lunchdiner. Dus jij s'avonds zin hebt in een omelet, dan vinden wij dat prima. Ik was bezig met de ontwikkeling van een stadshotel en een belevingshoreca. Tijdens die ontwikkeling zijn we ook gaan zoeken naar een nieuwe accountant. Voor mij is een goede accountant een transparante, snelle, adviserende, financiële man. Ik zie BDO eigenlijk als een soort 2.0 accountant, gezien alle technologieën waar ze geïnvesteerd hebben. En het gemak van alles digitaal. Dus je kan niks meer kwijtraken, je hebt geen papierwinkels meer. Zeker als je straks je aandacht moet verdelen over twee zaken, ja, werkt dit prima. Waarom ben ik van 1986 tot nu bij BDO gebleven? Omdat zij denk ik altijd naar mij geluisterd hebben. En heeft BDO de puzzelstukjes die ik heb aangereikt altijd op een goede manier in elkaar gelegd. Als je goed puzzelt, krijg je een veel beter fiscaal product. Waar eigenlijk je afnemer blijer van wordt en ik ook blijer van word. Wij zitten in een creatief proces, maar we hebben ook een zakelijk proces. Hier zijn we heel goed in. Hier zijn zij heel goed in. Dus dat BDO zeg maar alles zakelijk in één hele mooie duidelijke lijn zet, het overzichtelijk en vakbekwaam voor ons doet, kunnen wij rust behouden en creatief zijn. Dat is wat het ons oplevert. Ze zijn heel sterk bereid om mee te investeren in je onderneming. Dat voelt heel prettig. Daarbij de specialismes die ze onder één dak hebben, voegen toe aan onze onderneming. Dus je kan je focussen op je ondernemen en je hoeft je niet te focussen op kleine dingetjes. Ja, ik hoop dat de samenwerking zoals die nu is blijft en dat we nog een heleboel mooie projecten met elkaar kunnen opstarten.